Er is een nieuwe velours sweater binnen. Die voelt natuurlijk heel zacht. Hè? Dat is een heel zacht stretchstofje met een ribbeltje erin. Lijkt wel zo'n babyrib. Dan heb ik hier die lampen een beetje anders staan. Ik zal even zo doen, kijken of het werkt. Ik weet niet of je het zo goed ziet, maar er zit zo'n vleugje op. En dit, dat zijn van die badstofletters. Zie je dat? Daar zit dat krulletje van dat badstof zit erop, met goud eromheen. Dus dat ziet er wel heel leuk uit. Met een lamp kunnen we maar even terugdraaien. Een gouden V-halsje, dat is een gebreid V-halsje. 1 maat is het. Ik heb de mouwen even 2 keer opgerold. Ik zal ze even naar beneden doen. En dan is dit een normale lengte van mouw. 1 maat. Ik heb maat 38. Nou, ik vind dit ook heel leuk bij maat 36. Dan draag je het iets meer oversized. En je kunt ze dragen sowieso tot en met maat 42. 44 twijfel ik. Dat zou je even moeten proberen in de winkel. Dat durf ik zo niet te garanderen. En omdat wij een andere tourbeleid hebben, doe ik daar altijd heel voorzichtig mee. En daarom hebben we ook een winkel dat je altijd kunt komen passen of komen ruilen of net wat dan ook. Die winkel is beperkt open en de openingstijden staan op onze website. Die truien zijn €39,95, dus dat is een heel mooi prijsje. Ze blijven ook heel mooi in de was en het draagt heel lekker. Ik heb hem gecombineerd met een zwarte leatherlook broek met de knoopsluiting. Als je nou denkt van, ja, maar dat vind ik niet handig, een knoopsluiting, maar naar het toilet gaan. Dan ga ik dat meteen even ontkrachten, want dat is heel handig. Want die knopen, die gaan zo open. Nog handiger dan een rits bijna. Dicht doen moet je ze natuurlijk wel één voor één. En dit model is echt gemaakt op een vrouwenlichaam. Er is ruimte genoeg voor een buikje. Zie je dat? Ik hou hier nog echt wel wat ruimte over. Ik heb de M aan. Die heb ik toch echt nodig. Ondanks dat ik hier wat ruimte heb. Want ik heb wat rondere heupen en rondere billen. En ik vind heel belangrijk dat dat mooi erin zit. En dat die dan mooi tot in de holte van mijn rug sluit. Stel, ik pak hem nou kleiner. Het is natuurlijk stretch en stretch is vaak geduldig, want dan kan er eigenlijk nog wel wat bij als je dat zou willen. Maar dan wordt hij ook meteen weer ietsje lager en moet hij meer uittrekken vanwege mijn billen. En dan zie je aan de achterkant dat hij zo een klein beetje in een V'tje gaat. Hè? Dan word je alleen maar breder, dus dat kleedt vooral niet slanker af. Dus dat zou ik zeker niet doen. Heb je bijvoorbeeld maat 40 op de benen en rechterheupen, plattere billen, maar wel een buikje? Dan kun je maat 40 pakken, want die ruimte zit hier wel. Ze zijn €59,95 en in het begin zijn ze gekreukt, maar die kreuk die gaat er echt uit tijdens het wassen. Het is zo'n beetje matte leatherlook, grotendeels katoen of viscose. Dus het transpireert niet, het draagt heel lekker en aan de binnenkant zit zo'n lekker zacht laagje, zodat je hem in de winter gerust kunt dragen. Want als je dat laagje niet aan de binnenkant hebt zitten, dan heb je een hele koude broek. Ben je dan buiten, dan denk je, oh jee, die broek die bevriest bijna. Maar dat is met dit niet. Het is ongeveer een lengte maat 32 en ze zitten super, want we hebben ze ieder jaar. En er zijn heel veel klanten die hebben meerdere kleuren hiervan. €59,95 en ze gaan van maat 34 tot en met 42. Dan hebben we de laarzen. Ik hoop dat je maat er nog is, dat weet ik zo niet. Daar zou je op de website even moeten checken. Die hebben een rits aan de binnenkant. Ja, die zitten super fijn, maar ook heel mooi onder rokken en onder jurken. Die zijn €59,95. En je kunt het allemaal bestellen op onze website baboe.nl.